Tijdens de WK kan het zijn dat we ook spelen tegen Japan. Maar wat weten we nou van Japan? De geisha's? Sumo-worstelen? Hele gekke karaoke-spelletjes? En natuurlijk sushi en sashimi. Japan is ook het land van de bekende voetballer Honda. En ook van de Japanner met een Nederlandse naam. Mike Avenaar. Hey. Hey, sayonara. Hey, jukumwa. Hey, Japan. Ja, hoi. Oh, je spreekt Nederlands? Ja. Maar hoe zit het dan? Want jij bent Japaner. Hoe zit het precies? Ja, mijn ouders zijn Nederlands. Als je mag kiezen om uit te komen voor Japan of Oranje, waarvoor ga je? Japan. Want ik was daar geboren, opgebracht en mijn vriendjes zijn allemaal daar. Dus ik kies toch voor Japan, ja. Wat maakt de Japanse keuken nou zo bijzonder? Nou, de basis van de Japanse keuken is altijd vers. Verste producten, de beste bereidingstechniek en het beste moment van consumptie. Dat is waar we het op richten. En wanneer is het beste moment voor consumptie dan? Gelijk van de hand van de kok. Ah, van de kok naar eigenlijk je mond, kun je zeggen. Ja. Kijk, hier in Nederland kennen we 4 smaken. Maar in Japan hebben jullie 5 smaken. Wat is die 5e smaak dan? Dat is de umami. De umami? De umami. En wat is dat? Dat is geen smaak. Oh. Dat zegt men wel eens, dat is geen smaak. Dus op gedroogde zeekelpen zie je die poeder erop, als die gedroogd is. Als die in je mond, wordt de smaak allemaal versterkt daardoor. Oké, okay, dus dat is de umami. Oh, de umami is een smaakversterker. Dus ben ik een smaakversterker, ook. Ik vertel dit. Maar de Japanse keuken staat ook bekend om de show die ze altijd maken en zo, toch? Ja, dat is eigenlijk niet typisch Japans. Wat is zo gekomen? Omdat de Japanners in Amerika moesten een product aan de man brengen. En om dat te kunnen doen, gingen ze heel veel show eromheen bouwen. En dat vonden de Amerikanen prachtig. En zo is het een beetje begonnen. Als ik naar Japan ga, wat moet ik zeker eten? Je moet echt naar de sushi bar gaan. Ja? Gelijk aan tafel zitten. Daar hebben ze zoveel verschillende vers product. Gewoon dat het nog leeft. Levende sushi? Ja, levende sushi praktisch. Ja. Yeah. Delicious. Oh, dit is Japans, hè? Nee. Soko! Trouwens, wat betekent dat in het Japans? Daar. Oh, daar!